In het wielrennen krijgen ze toch iets meer waardering. Zij die onvermoeibaar op kop rijden, hun kopman uit de wind houden, ondertussen een bidon aangeven, maar nooit met de eer strijken. De meesterknecht. Dennis Rodman was het jarenlang voor Jordan, onmisbaar maar altijd in de schaduw. In het voetbal zijn de knechten de ondergeschoven kindjes. Niet de posterboys, maar het cement tussen de stenen. Is het tijd voor herwaardering? We gaan het bespreken met meesterknecht Martin de Roon. Daar zit hij. Een mooie introductie. Leuk dat je er bent, Martin. Je zit in Bergamo en ik wil gelijk even beginnen met een testje. Wat is meesterknecht in het Italiaans? Wauw, meesterknecht. Rechterhand, knecht, wingman. Ja, eigenlijk meer aspirapolveren is een stofzuiger. dat stukje, zeg maar. Ja. Equilibrio is voor de balans, zeg maar. Daar gaan ze meestal naartoe. Okay. Er is volgens mij een heel mooi woord wat ze hier wel eens hebben gezegd, maar ik kan me niet meer herinneren. Gregario heb ik opgezocht. Gregario. Zeg dat je nooit van gehoord. Okay, ik heb er nog nooit van gehoord. Okay. Hoe zou jij jezelf eigenlijk omschrijven in dat gedeelte? In het voetballende gedeelte? Ja. Stopperspeel. Of ook gewoon meesterknecht. Oud spoetser. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, wat is het eigenlijk? Dat is wel een goede vraag. Wanneer ben je meesterknecht? Ben je dat alleen als middenvelder die overal tussen loopt? Of ben je dat ook als verdediger of als aanvaller die heel veel voor het team doet, zeg maar? Ik zat er vandaag aan te denken. Volgens mij zijn knechten altijd middenvelders in onze beleving. Ik weet niet hoe Thomas dat ziet. Ja, Dirk Kuyt. Dirk Kuyt ook een knecht? Ja, wel een beetje, toch? Ja. Dat zou kunnen. Ja, die speelde ook overal, hè? Ja. Zo was ook een middenvelder. We gaan het zo over die rol, hè? Over de Gregario hebben. Maar we gaan schakelen eerst even naar Chris Segers. Hoi. Hij ziet eruit alsof het regenseizoen is losgebarsten. Ah, joh, wat is er nou? Heb je weer ruzie met je wijf thuis dat je op mij moet afreageren? Heel gek. Zeg nee. Eens, waar zit je? Waar hang je uit? Ik zit momenteel in Panama. Het is een hele mooie eilandengroep, maar ik weet alweer als ik de naam van die eilandengroep uitspreek, dat Thomas jou gaat zitten aanstaan en vervelend gaat zitten doen. Maar nee, ik zit op een super mooie plek en ja, ik had wel even iets waarvan ik dacht van nou, dat is wel leuk om te delen. We zijn dus overgestoken van Costa Rica naar Panama. Nou, dat zijn dus gewoon buurlanden met een vrij normale grens. Het is een rivier met een brug eroverheen. En zoals je bijvoorbeeld in Nederland en België gewend bent en Duitsland, dan rij je gewoon zeg maar het buurland in. Maar hier hebben ze hebben een soort van afkeer tegen elkaar, waardoor ze echt constant denken dat dan het buurland rare mensen naar ze toe stuurt. Dus je moet dan eerst in Costa Rica moet je naar de douane, moet je laten stempelen, moet je een beetje geld betalen. Nou, dan gaan ze heel serieus aankijken en dan moet je gaan vertellen dat je echt niet van plan bent om terug te komen en om daar te gaan wonen. Dan moet je die brug oplopen en die weg is dus een beetje afgesloten. Daar staan dan drie Costa Ricanen die je boos aankijken. Dan loop je, 150 meter over die brug en dan gaat in Panama zeg maar precies hetzelfde gebeuren. Nou, dat ging bij ons. Ik was met twee blonde vrouwen best wel prima. Maar er was dus ook een gozer, een Nederlander achter mij, die het nu voor de tweede keer ging proberen. En die was de dag daarvoor een beetje tussen schip en wal geraakt. Omdat ze dus, hij had niet de juiste stempel gekregen. Dus hij kwam Panama niet in. En toen moest hij dus terug over die brug. Maar die Costa Ricanen dachten dat hij uit Panama kwam. En daar had hij dus ook geen stempel van. Dus die heeft gewoon een paar uur in de brandende zon heen en weer staan darten, totdat iemand hem in genade had aangenomen. Dus dat was wel iets dat ik dacht van nou, als ik straks in Nederland terug ben en er is iets wat ik wel kan waarderen, dan zijn er misschien toch wel gewoon die open grenzen. Zo, jeetje. En wordt het dan ook nog gevaarlijk ergens? Staan ze er met het geweer te... Ja, je ziet wel veel, sowieso echt heel veel grote geweren. Ze hebben allerlei soorten politie hier, dus ja, je ziet wel veel wapens op straat. Ik heb mezelf nog niet echt onveilig gevoeld, maar ik was vorige week een keertje uitgegaan op een of andere Caribisch dansfeest. Ik wil niet zeggen dat wat ik daar gedaan heb... Ik wil niet zeggen dat ik daar gedanst heb. Ik heb er gezellig bewogen, zoals ik het zelf dan meestal omschrijf. Maar dat was wel... Doe eens voor. Wat zei je? Doe één keertje voor. Nee, die verbinding is niet goed genoeg, man. Als het te veel beweegt dan en te soepel. Maar daar had je wel echt een hele rare sfeer. Dan stond je op een strand dus te feesten met een mannetje of 200. En daar stonden dan echt 50, een beetje, denk ik, ongeveer 50 onguren. Dat is niet ongustig. Martin, hoor jij hem nog?
Nee, dit verhaal wil ik natuurlijk allemaal helemaal niet horen. Het is niet ongunstig dat de verbinding is uitgevallen. Laten we het lekker zonder dit verhaal doen. De luisteraars zullen het niet geloven, maar dit is toeval. Maarten is weer terug, we pakken de draad weer op. Ja. We zullen nooit weten hoe dit geweldige verhaal is afgelopen. Ben jij er rouwig om? Ik vind het jammer. Maar ik vind het ook jammer. Ik vertel mijn verhaal altijd maar één keer, jongens, sorry. Oké. Ja. Martin, jij behoort tot een uitstervend ras van spelers die nog hebben mogen samenspelen met Maarten de Fokkert. Ja. Heb je daar actieve herinneringen aan? Actieve herinneringen? Ja, Maarten kwam natuurlijk ook uit het Rotterdamse, dat weet ik nog heel goed. Ja. Dus ik was al helemaal Fries geworden natuurlijk, ik zat daar al 3 jaar. Maar ik kan me nog wel goed herinneren dat hij kwam. Dus... ja, kleedkamerverhalen. Ik weet niet wat we hem allemaal mogen vertellen, maar... Alles. Ik moet zeggen, Maarten was wel... Ja, ik was een gezellig gast. Niet op zijn mondje gevallen, maar goed, dat weten jullie inmiddels wel. Hij kan flink lullen. Soms moet je hem even afkappen. Maar gewoon gezellig. Gewoon een jonkie die ook durft te praten. En, ja, Heerenveen is gewoon... jullie kennen het waarschijnlijk, maar het is gewoon een gezellige club. Dus... Hij was ook zo geïntegreerd. Maar ja, het enige wat natuurlijk voor hem was, hij speelde nooit. Hij had nooit wat voor zich. Maar hij was wel goed bevriend met de keeperstrainer, weet ik. Ja. Met Couperus. Dus we hebben wel gezellige tijden gehad. Hij heeft er wel eens aan gedaan, in ieder geval. Nou, hij was wel iemand die er serieus mee bezig was. Ik weet nog wel dat ik maar in die periode... Maar hij heeft ook nog wel een feestje. Ja, maar in die periode was ik wel echt... Eigenlijk misschien net iets te serieus. En ik kon niet zo goed begrijpen dat sommige jongens dat niet deden. Dus ik ging dan heel vaak 's middags nog bijvoorbeeld in mijn eentje de gym in. En ik weet nog een keer dat ik Martin en Luciano's slagveer tegenkwam toen ik terugkwam uit de gym. En jullie zeiden zoiets, een beetje lakkelijk van, weet je, jij ga eens een keer zuipen of ontspannen eens een keer. lach eens een keer. En toen ben ik echt kwaad geworden. Van, nee, dit is mijn manier. Kijk maar, we zullen over 5 jaar zien waar we staan. Maar ja, dat toch niet echt... Dat heeft niet echt in mijn voordeel uitgepakt, moet ik zeggen. Nee, maar iedereen moet zijn eigen ding doen. Maar wij zijn dan natuurlijk als... Ja, jij was heel erg serieus daarmee bezig. En Couperus, die keeperstrainer, die begeleiden jou daar wel in enzovoorts. En wij waren ook wel een beetje van lang leven de lol. Ik bedoel, van ja, je moet ook ontspannen, toch? Ik bedoel, je moet ook genieten van het leven. Ik bedoel, je hebt een mooi leven als voetballer. Ze zeiden van, ontspannen ze een beetje. Ik weet nog dat... een keer goed aan de zuipen. Dan, Ik had in die periode gewoon echt moeite om te begrijpen dat ik dan... ik trainde me helemaal uit de naad voor en na de training extra. En Martin zat dan in een groepje met Pele van Aanholt. Nou, die heb je ook gehad. Luciano Slagveer, volgens mij Joost van Aken en Stefano Marzo. En die speelden eigenlijk allemaal altijd. En die deden niks anders buiten het veld dan Mario Kart spelen. Dus die waren heel de tijd voor de training, na de training... van die hele middag Mario Kart aan het doen. En ik was dan in mijn eentje weer extra bezig. Maar ja, dus tip voor jonge spelers... Ga af en toe zuipen Mario Kart spelen. Niet te veel de gym in, want... Ja, schat hem niet aan en je komt er wel. Okay. Maarten, even over het Italiaanse leven. Daar hebben wij allemaal misschien een beetje een romantisch beeld bij. Ik in ieder geval wel. Een beetje je scootertje door het landschap tuffen. Espressootje aan de bar voor €1. Zeker weten. Focaccia aan afloop. Italiaans krantje misschien. Ik weet niet, Thomas, heb jij er nog wat ideeën over? Nee. Is dat de realiteit ook in Bergamo of schetsen we het te mooi? Ja, nee, ja, je zet het wel mooi neer. Kijk, we mogen geen scootertje rijden, dus dat is verboden helaas. Dus dat is contractueel vastgelegd. Maar al die andere dingen zijn echt waar. Je ziet voor een eurotje aan de bar het koffietje drinken. Het zal nooit een 10, 20 cent euro, duurder zijn. Het is gewoon een euro. En een limoncellootje na het eten. Ja, eigenlijk allemaal wel waar. Een mooi landschap, lekker weer, zeker nu. Speedootje? Speedo is 100%. Hoe heet het? Hoofdkapje, hoe zeg je dat? Badmutsie? Badmutsje op, speedo. Heb je een speedo ondertussen? Geschoren beentje. Nee, ik kan het niet dragen. Maar nee, maar goed, geschoren beentjes, zonnebankje, zitten allemaal op. Zonnebrilletjes van winter tot echt gewoon het hele jaar door. Dus dat is wel echt
zeg maar ook gewoon het... Ik spreek het wel eens met mijn vrouw, maar iedereen ziet er goed uit. Dus een oude vrouw is netjes gekleed, heeft een mooie dure tas. En dan ga je bij iemand naar binnen of ga je naar iemands huis en het ziet er niet uit. Uh-huh. Maar omdat het buitenleven is, zeg maar. Uh-huh. Dat is belangrijk. Hoe zie je eruit? Wat ga je eten? In welk restaurant zit je? Hoe laat je je zien aan andere mensen? Uh-huh. En ja, thuis, daar zijn we toch niet. Hè? Daar slaap je. En dat is sowieso echt een beetje de cultuur. Wij wilden het even hebben over het fenomeen shirtjes ruilen in wedstrijden. Wij hebben denk ik een paar bescheiden potjes gespeeld, maar je hebt Interlands, de Champions League en alles achter de rug. Ben je iemand die op andere spelers afstapt om ze om een shirtje te vragen? En zo ja, wat heb je gescoord? Nee, totaal niet. Oh. Ik ben juist het tegenovergestelde. Wat ik altijd leuk vond is als ik tegen landgenoten speelde. Dus zoals bijvoorbeeld de afgelopen jaren speelden we tegen Wijnaldum. Toen Virgil speelde dan niet, want hij was geblesseerd, maar om dat soort shirtjes te scoren als je tegen Matthijs speelt, als je tegen De Ligt, als je tegen De Vrij speelt, zeg maar, dat soort dingetjes, dat vind ik altijd leuk om die shirtjes te ruilen, want dat heeft een soort van waarde voor mij. Met de grote teams ben ik nooit zo happig geweest en ik ben ook niet iemand die voor een kleedkamerdeur gaat staan en zegt van hier is mijn shirtje, zus of zo. Dus En is dat nou verlegenheid of heb je er gewoon geen interesse in of ongemak of wat is dat? Nou ja, misschien wel wat verlegenheid. Ik ben ook niet iemand die echt van mag je shirtje dat je daar zomaar op afstapt. Maar ook iets van de herinnering zit in mijn hoofd zeg maar van de wedstrijd. Van tegen wie je hebt gespeeld. Ja. Het staat op beeld. Ik heb niet per se een shirtje daarvoor nodig. Ik heb trouwens Kanté gevraagd toen ik tegen hem speelde. En? Ze kregen wel? Ja, Kanté gekregen. Okay. Dus dat is... alleen het shirt is een beetje klein. Voegde die van jou ook niet? Ja, dat doen ze altijd wel heel netjes. Dat is echt wel heel bijzonder. Dat al die spelers altijd heel netjes ook jouw shirt vragen. Maar hoe zou jij dat doen? Stel, er komt op een gegeven moment... je speelt met Atalanta tegen een kleine clubje. Misschien wel uit Nederland, oefenwedstrijdje of weet ik het wat. Of je komt terug naar Nederland en er komt iemand die je eigenlijk helemaal niet kent van Sparta. Ja, Sparta is een ander verhaal. Maar, en die vraagt aan jou, mag ik jouw shirtje? En dan krijg je ook zijn shirtje, zeg maar. En loop jij met een shirtje van iemand die... Wat doen die grote spelers met de shirts? Dat vraag ik me altijd af, zeg maar. De omgekeerde wereld. Ik moet zeggen dat ik wel een aantal keer een shirt heb geruild met iemand die ik verder niet zo goed ken, zeg maar. Meestal, er liggen een aantal in mijn kast. Er liggen nog een aantal op de club, zeg maar. Je bewaart het wel. Soms zijn er jongens, zeg maar, in de kleedkamer die zeggen, ik ken diegene. Zou ik dat shirtje mogen hebben, zo een beetje op die manier. Maar gewoon uit respect breng ik het altijd, breng het altijd thuis. Breng het in ieder geval altijd bij mezelf. Wat zou Kanté met het shirtje van Martin Droon doen? Misschien aan iemand geven of... misschien heeft hij het in de was gegooid, misschien hebben ze het weggegooid, weet jij veel. ik heb vorig jaar, dat is de enige mooie die ik heb, Mats Hummels gevraagd na aflopen of hij een shirtje mag hebben. Maar ik vraag dan al niet eens meer of hij ook die van mij wil hebben. Ik heb het gewoon zo gelaten. En ik heb aan het begin van mijn carrière twee blauwtjes gelopen. Daar heb ik wel tikkie van gehad. Echt? Ja, ik heb, van wie? Eén was Jordi Klaasie, die ken ik nog een klein beetje. En ik dacht na de wedstrijd, dat was mijn eerste jaar, denk ik. Dacht ik, mag ik je shirtje hebben? En zeiden die zo, ik weet het niet precies, maar het zeiden zoiets van, nee man, daar moet ik gewoon voor betalen of zo. Nee. Dus oké, dat heb ik volgens mij nog één keer geprobeerd. Ik denk dat het bij Jeffrey Bruma was. Dat kreeg ik ongeveer dezelfde reactie. En dan dacht ik, weet je wat, fuck jullie ook, ik ga het nooit meer vragen. ik heb één keer voor een vriend van me, Jahan Baks, gekregen. En wij hadden hem op verzoeken ook gekregen. Dat is eigenlijk de enige verzameling die ik heb. En ik doe het eigenlijk ook nooit meer. Jij wel toch? Nou, we hebben toen tegen Robin van Persie gespeeld. Oh, tuurlijk, ja. En toen wilde ik heel graag doen, maar toen durfde ik niet. Dus heb ik het niet gevraagd. Ja. En voor mijn broertje heb ik vorig jaar speelde oefenwedstrijd tegen Antwerpen. Ja. Heb ik het shirt van Dieu Merci en Mbokani. Ja, ja, ja. En die heb ik ook die heb ik gekregen. Staat daar Dieu Merci op zijn rug? Of Mbokani? Mbokani. En het is ook mooi als je in de zomer, als iemand ooit in de zomer met een keer op een veldje of met Michel Breuer gaat voetballen, dan is de kans groot dat hij in een of ander verdwaald Real Zaragoza of hij heeft nog een ander Portugees shirt met een totaal onbekende naam. Maar hij heeft die shirts altijd aan als hij gaat voetballen. Die heeft ook van zijn... Geweldig. Ja, dat is wel mooi. Is dat iets voor het keepers ook doen onderling? Ja, ik heb er eentje van Ter Stegen. Dat is wel met afstand het vetste shirt wat ik ooit heb gehad. En die heeft niet aan mij teruggevraagd of die van mij mocht hebben.
Maar, dat was Jong Oranje, Jong Duitsland of zo? Ja, Jong Oranje, Jong Duitsland, ja. Dus dat vond ik wel een hele mooie. En verder heb ik vooral gewoon met jongens met wie ik gespeeld heb, vind ik het wel leuk om wat van in de kast te hebben. Maar oh, dat is ook weer zoiets. Kijk, als wisselspeler doe je dat misschien ook weer wat minder snel, man. Dat je helemaal... En ja, misschien is dat toch ook als je tegen wat grotere clubs speelt. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen als je tegen Feyenoord speelt of je gaat Europees spelen, dat dat dan iets heel gebruikelijk is. Maar... Ja, bij Excelsior of de laatste jaren in de KKD, ja, hoe vaak ga je daar nou na de wedstrijd een shirtje ruilen? Dan krijg je een klap van die wasvrouw om je oren. Ja. Hey, we hebben 3 shirts dit jaar. Ja, zo is het echt, ja. Dat je mag blij zijn als je hem zelf mag houden aan het eind van het jaar. Nou, ik weet nog, bij Heerenveen was het ook, hoor. Als je een shirtje weggaf, moest je gewoon €75 lachen of zo. Ja, man. Ik had dat dus de eerste keer gedaan. Met een vriend had ik me gereld. Toen dacht ik van, dat chill, want het is gewoon eerlijk. Het kan gewoon. Toen kreeg ik ben even vergeten hoe ze die 2 blonde vrouwen, die werden kwaad, jongen. Toen heb ik gewoon... de wasvrouwen, ja. Ja, die werden gewoon €70 ingehouden op je salaris. Dat heb je ook maar 1 keer gedaan. Dus. Ja, zeker. Ja, dat was droog brood. Kon je 1 keer per maand doen. Ja, ik heb alleen Wout Weghorst is de enige die ooit aan mij heeft gevraagd of hij mijn shirtje mocht. Ja? Dat had niet specifiek met mij te maken, maar hij zei echt tijdens de wedstrijd, ik was zijn directe tegenstander, hey, geef even je shirtje naar de wedstrijd, man. Ik vind het tenue van Sparta mooi. Dus dat is, dat is eigenlijk de enige keer dat het... Heeft hij er wel kijk op in ieder geval? Ja, heeft hij er wel kijk op Sparta een beetje? Ja, ben ik het mee eens. Voetbalverhaaltje? Mm. Heb je een mooie? Ik heb een mooie. ik heb een mooie. Hij is ingezonden door Jorik Lichthart op corepodcast@gmail.com. De titel is Mentale tik onder de douche. ik moet er even bij zeggen, omwille van de privacy van de desbetreffende speler waar het om gaat, hebben we de echte naam vervangen door een pseudoniem. En het pseudoniem is Maarten de Fokkert. Dus waar ik Maarten de Fokkert zeg, bedoel ik een andere speler. Ik hou Maarten vast. Ga niet zeggen wie, maar hij is wel langs geweest in de podcast. Het was 2002. Ik speelde als centrale verdediger in de D1 van Alexandria 66 en dat ging goed. Ik kreeg een uitnodiging voor het regio elftal onder de 12. Een aantal weken later moest ik mij daar melden voor een training. Toen ik redelijk onzeker en vol spanning met mijn voetbaltas aankwam, stond daar al meteen een imposant figuur. Een rilling schoot over mijn rug. Moet ik het hier tegenop nemen? Tijdens de training kwam ik erachter dat het imposante figuur de naam Maarten de Fokker troep. Destijds speelde hij bij Spartaan 20 en was ook centrale verdediger. Shit, wegkans, dacht ik. Gelukkig heb je 2 centralen nodig en ik mocht figureren naast Maarten de Fokker. We bleken een uitstekend duo. In je ontwikkeling van jongen naar man is de leeftijd 12 tot 16 zeer interessant. Je bent onzeker, je krijgt haar op je zak en je probeert van alles uit. Na de training begon het echte spelletje. Douchen met boxer aan of met boxer uit. Een klassieker. De eerste jongens gingen douchen en zoals verwacht, zij hielden hun boxershort aan. Ik twijfelde geen seconde langer. Met mijn boxershort aan stapte ik onder de douche. Pakweg 15 seconden later stond ik te douchen en daar kwam het aan. Iedereen hield zijn adem in. Zonder boxershort kwam daar Maarten de Fokker binnen. 11 jaar jong met een zwans die reikte voorbij de knie. In mijn nu ruim 26 jaar durende voetbalcarrière heb ik zo'n monster niet eens bij volwassen kerels gezien. Jullie begrijpen deze mentale tik. Als jochie van 11 ben ik nooit meer te boven gekomen. Zonder deze tegenslag was ik vast profvoetballer geworden. Was getekend. Jorik Lichthart. Ja, Maarten de Fokkert. Zeer indrukwekkend onder de douche. Op die leeftijd al. Het had hem kunnen zijn. Het had hem kunnen zijn. Ik weet niet of jij het nog kan herinneren, Maarten. Maar bij ons werd Maarten wel vrij snel besproken, hoor, in de kleedkamer. Ja, Maarten de Fokkert had ook wel besproken bij ons, denk ik. Ja. Nou, ik weet nog. Ik kwam toen nieuw. En dan moet je net Jens-Jörn Streutker en Michael Chacon in de ploeg hebben. En ik zat met Michael in de kleedkamer en Jens zat in de eerste kleedkamer en die hadden dan, weet ik veel hoe dat dan was gaan lopen, maar veel jongens douchen daar met onderbroek, maar ik douche altijd zonder. En dan kwam Jens kwam bij onze kleedkamer in om, dan zei hij, Fokker, er komt een gigantische snikkel van je aanschouwen. Doe die broek eens uit. En die ging, ja, dan word je toch een beetje ongemakkelijk, dus dan denk je, nou, ik wacht wel even tot die gozer weggaat, maar die bleef dan echt net zo lang zitten tot, ja, je moet toch een keer gaan douchen. Broekje uit eten. Ja, ik moet zeggen, dat heb ik toch wel even overwogen om misschien tot die onderbroek aan te gaan doen, maar standvastig gebleven. Hij is ook niet beschrijven. Is dat nog steeds, dat onderbroek, dat boxershort douchen? Ja, erg nog. Ja. 80% denk ik zo'n beetje bij ons. Echt waar? Ja. Hoe is het in Italië? Ja, hoe is dat in Italië? Nee, in Italië niet. Nee? Nee,
Nee, nou ja, de moslimjongens. Ja. Die houden het vaak aan, maar voor de rest niemand. Nee. Wel apart dan. Dat is iets, blijkbaar iets Hollands dan. Ja, ik weet nog mijn allereerste... Dat ik daar de eerste keer in de kleedkamer zat. En ja, dan kom je uit de Nederlandse cultuur. Dus inderdaad, veel jongens die met boxershort douchen. Ik heb het zelf ook nooit gedaan. Maar dat ze zo douchen, dat het handdoekje voor is. En nou, dat het allemaal wel een beetje... zo min mogelijk laat ik zien. En ja, die gozer naast mij had gedoucht. En nou, die ging daar even staan en die legt zijn handdoekje neer. En nou, die gaat ze eerst echt overal afdrogen, zeg maar. Even vooroverbukken enzovoorts. Nou ja, alle inzichten kwamen naar voren zo. En ja, die pakt een cremmetje en die begint zijn beentjes en de onderkant van zijn zak en weet ik veel. En ik zat daar gewoon, ja, hij zat bijna met alles in mijn gezicht zo. En ik denk van, is dit normaal? Hè? Is dit normaal? En vervolgens zie je de volgende doen en die andere doen. En er zit er eentje gewoon midden in de kleedkamer zijn zak te scheren. En het is gewoon dat die cultuur, ja, hele andere cultuur. Nu nog steeds, zeg maar, mensen in de kleedkamer, gewoon open en bloot, zijn daar gewoon mee bezig. Dat is, ja. Heb jij de zak wel eens geschoren in de kleedkamer nu? Nee, ik ben gek, joh. Nee, dat is nog wel echt de Nederlandse nuchterheid. Hoor. Dat, nee, dat heb ik in Nederland ook wel eens gezien. Ik weet het niet precies, maar ik heb het ook wel eens gezien. Ja? Ja, ja, met ontharingscremmetjes en zo. Die heb, ik wel, die heb ik bij Sparta wel voorbij zien komen in de kleedkamer. en bij het Nederlands elftal dan? Want dat is dan wel de Nederlandse cultuur. Ja, daar is wel wat. Daar is wel wat. Wat onderbroek gedoucht, maar ook wel, ik vind het niet, zeker geen 80%. Ik zou daar eerder naar 30 of zo gaan of zo, denk ik. Dat is wel echt aanzienlijk minder dan wat ik de laatste jaar voorbij heb zien komen. Daar was het echt, daar was het op één hand te tellen wat er zonder onderbroek douchte. Ja, ik moet zeggen, een van de eerste keren bij het Nederlands elftal toen gebeurde dat. En ik stond toen als een van de eerste stond ik daar zonder. En toen kwamen dus een aantal met de onderbroek en... Ik moet zeggen, ik zeg alles daar. Dus toen zei ik van, ook wist niet dat het verplicht was om hier je onderbroek aan te houden, zeg maar. En dan moesten ze allemaal om lachen. En toen zag je ook wel gewoon dat er wat jongens zonder kwamen en wat dingen uitgingen. Het gingen ze ineens uit. Ja, ja. Ja, van, ja, voor wie, zeg maar. Ik bedoel, ik begin niet tegen mijn vrouw te vertellen over hoe of wat, zeg maar. Het is, ik bedoel, ja, om schoon te zijn, douche je niet met je onderbroek, toch? Ik bedoel, dat is gewoon heel raar. Wat een wijze les van Martin de Roon. Ja. Hoe heette degene die dit foutje dit is? Was Jorik Lichthart. Die is niet te beroerd om iemand voor de bus te gooien. Nee, zeker niet. En ik denk dat hij ook wel een aardje had kunnen gebruiken tijdens die wedstrijd. Om zijn zelfvertrouwen en zijn energie wat... Ja. Wat welke zou je hem aanraden? Ik zou Pro Energy. Dat is die... Dat is die rode. Die kan je drinken voor of tijdens inspanning. En ik denk dat hij daar wel wat aan had gehad. Ja. Als hij dat toen had geweten, ja. Had hij Maarten de Fokker zo... Misschien was hij van hem ook wat gaan groeien dan. Ja. Dat is een van de pluspunten die we niet mochten benoemen van AA, maar het schijnt wel te gebeuren. Mooi man. Oké. Okay. Dan gaan we het hebben over de knecht. De verborgen kracht. Ja, ik denk dat we het type Martin de Roon een beetje op een voetstuk gaan krijgen zometeen. Vooropgesteld, vroeg maar, ben jij de speler geworden, Martin, die je vroeger graag had willen zijn? Nee. 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 Maar volgens mij elke jong jochie op keepers na natuurlijk, die wil spits of rechtsbuiten of nummer 10 worden. Ook ik. Ik was rechtsbuiten en toen ik nog in de jeugd of fijne speelde, was ik nummer 10. En was ik snel en was ik wendbaar. En vanaf het moment dat ik ging groeien, ja, moest ik toch wel even die dingen gaan bijstellen inderdaad. Hè, toen was ik opeens langzaam en kon niet meer draaien en al die dingen bij elkaar. Maar nee, ik had mezelf niet gezien als meesterknecht, als stofzuiger. Ik dacht juist wel dat ik... Ja, die nummer 10, hè, met zijn nummer 10 op zijn shirt, die de paasjes. Maar goed, daar is iets misgegaan. Maar goed, gelukkig heb ik het nog hier naartoe kunnen draaien. Ja, maar jij kon tenminste nog naar binnen komen met je linkervoet.
Ik had Ronald de Boer. Nou, ik kwam er niet langs. Ja. Nee, maar je hebt een waanzinnige carrière opgebouwd, zeker de laatste jaren. Maar ja, je bent nooit echt de man in de schijnwerpers geworden. En wij denken, en dat zal je zelf waarschijnlijk beamen, dat jij dingen doet die misschien niet helemaal zichtbaar zijn voor het grote publiek. Ja. Die heel nuttig zijn en functioneel zijn in teamverband, maar waar het grote publiek misschien niet echt achter komt. En ik denk dat het leuk is om dat een beetje uit te vogelen, waarom dat in zit. Ja, wat denk je zelf? Waar denk je dat vooral jouw waarde ligt in zo'n... Ja, nou kijk, voor jullie weten het waarschijnlijk ook, jullie hebben ook wel met jongens gespeeld die eenzelfde soort rol als ik hebben, zeg maar. Dus voor jullie is het misschien makkelijker te begrijpen. Maar voor de mensen die dat minder makkelijk zijn te begrijpen, wat je natuurlijk vaak in de statistieken en alles niet ziet, is bijvoorbeeld het dichtlopen van ruimtes. Op een bepaalde plek staan, waardoor een speler die bal al niet meer speelt, of dat een speler al niet meer de diepte in gaat lopen, of waardoor je eigenlijk zorgt dat iemand wordt gehinderd op een onzichtbare manier. En ik denk dat een kwaliteit of een rol is van mij in het veld, die niet gezien wordt. He, dus ja. als de nummer 10 wil gaan lopen, maar ja, goed, jij hebt je al zo opgesteld dat hij de bal niet meer diep kan spelen. Ja, dan zal iemand zeggen van ja, wat heeft hij nou precies gedaan? Jij denkt, de normale mens denkt niks. Maar jij als centrale verdediger, Bart, jij denkt van, oh, wat is het lekker dat die verdedigende middenveld voor mij al vast hier is gaan staan. Of dat hij me net even wat rust heeft gegeven. Of dat ik net dat gat niet hoef dicht te lopen. En dat zijn natuurlijk dingen die worden in het veld. He, medespelers, coaches, die zien dat heel veel. Voor het oog is dat moeilijk zichtbaar en moeilijk vatbaar. En dat is denk ik... Als je dat zegt, gaten dicht, is dat ook omdat er spelers om jou heen, dat het geoorloofd is dat zij af en toe eens iemand kunnen laten lopen? Of dat zij gewoon, dat het van hun minder wordt verwacht, dat jij hun gaten dicht loopt? Is dat wat je bedoelt? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet niet of het verwacht wordt. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk zijn kwaliteiten. Dus iemand, ik geef wel vaak als voorbeeld Ziyech bij Heerenveen. Ja, die liet wel zijn gat, die liet wel zijn man lopen. Of die liet wel eens wat ruimte achter. Maar dat kwam omdat hij daarvoor een of andere geniale bal wilde geven. Of dat hij met iets anders bezig was. Dus die zorgt uiteindelijk dat je de wedstrijd wint. Dus dan is het voor jou ook niet erg om juist te zorgen van, oké, als hij er dan weg is, dan zorg ik juist dat het opgelost wordt. Of dan zorg ik dat ik zelf een extra metertje loop. Dus je bent... Ja. Iedereen heeft zeg maar zijn waarde voor zijn team. En dus als iemand iets... als ik iets meer doe in iets anders, dan zal... Ziyech zal een steekbal moeten geven. En weet ik veel, de spits, die zal een extra goal moeten scoren. En dan gaat het lopen, zeg maar. Dus... je hebt eigenlijk iedereen nodig. Ik bedoel, want als je 10 Ziyechs hebt, dan krijg je veel goals tegen, zeg maar. Maar als je 10 de Roos hebt, dan scoor je nooit. Dus dan wordt lastig zo. Ja, wat voor eigenschappen heb je daarvoor nodig? Of karaktereigenschappen, kwaliteiten? Wat voor eigenschappen zou je daar als speler voor nodig hebben om daarin uit te blinken? Nee, je hebt weer inzicht. Hè, dus je moet goed zien wat er gebeurt. Altijd op de hoogte zijn wat er op het veld is. Ik denk dat je mentaal in het stukje mentaal redelijk sterk moet zijn, omdat je loopt vaak voor iemand anders. Je moet vaak iemand anders zijn fout wil ik niet zeggen, maar zijn laksheid of zijn luiheid soms zeg maar oplossen. Dus je moet jezelf stimuleren om te blijven gaan en dan te hopen dat die ander het oplost. Een stukje uithoudingsvermogen, een stukje communicatie denk ik dat heel erg belangrijk is. Die dingetjes, dat zijn wel denk ik de belangrijkste dingen. Maar vooral het inzicht dat je altijd eigenlijk ziet wat er gaat gebeuren of wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Maar Bart, wat jij ook moet herkennen is, wat volgens mij zo is met spelers als Martin. En wat ik als keeper, en dat moet je als centrale verdediger denk ik ook gezien hebben, wat heel vervelend is als bijvoorbeeld komt een counter tegen je en je sprint long uit je lijf en je zet alles op alles en dan denk je, het staat goed, we houden het op. En ineens komt iemand bij de 16 inlopen, helemaal vrij.
Ja. En dat je dan krijg je die dingen van, waar komt die vandaan? En volgens mij als je een controlerende middenvelder hebt die zich zeg maar heel bewust is van die taak, dat zie je ook niet, want je denkt, hij loopt gewoon mee. Maar dat zijn echt gewoon doelpunten zeg maar die je daarmee voorkomt en ook heel veel frustratie. Ja. Ja, zeker. En ook als je, ik schets de situatie als ik als verdediger bijvoorbeeld, een buitenspeler dribbelt er op mij af en die passeert mij zeg maar half zo aan de binnenkant. En die kan dreigen gaan schieten of dreigen te voorgeven. Dan hoop je altijd dat er iemand kort genoeg bij je zit om dat dan uiteindelijk te repareren. En als er dan soms kijk je om je heen en denk je, thank God, die middenvelder heeft het gezien, is meegesprint, was bewust van het gevaar en heeft zijn blok kunnen zetten waardoor zeg maar, het niet gevaarlijker wordt dan nodig is. Dat zijn wel volgens mij voorbeelden waar die spelers heel belangrijk zijn. Ja, je ziet heel veel spelers die zijn heel erg taakbewust. Dus die denken dan van, hey, ja, mijn man die dek ik, dus dat is prima. Jij bent Bart, jij bent verdediger, dus succes. Jij moet nu de bal pakken. Terwijl als ik 10 meter naar jou pak en waardoor die gozer hem terug moet spelen, dan kan je weer vooruit druk zetten in plaats van dat je achteruit moet. Dus dat zijn hele kleine dingetjes waardoor je het voor iedereen makkelijker maakt. Maar goed, dat moet wel in je kop zitten. Daar moet je wel bewust van zijn. En dat hebben veel jongens niet. Ja, en ik vind dat taakbewust ook nog wel een dingetje. Omdat volgens mij kan iedereen taakbewust zijn als het hem of haar zeg maar uitkomt. Of als je lekker in de wedstrijd zit. Of als je ineens, er is net iets gebeurd. Je hebt net gescoord of net een goal tegengekregen. Maar je hebt ook altijd wel gewoon gasten nodig die dat, of je nou 2-0 achter staat of 4-0. Of is dat 1-0 voor. Het is eerste helft, het is tweede helft. Die dat altijd zeg maar doen. En dat vind ik altijd zo bijzonder om te zien. Dat sommige jongens kunnen heel taakbewust spelen, maar op de een of andere manier alleen als het hun uit lijkt te komen of zo. Ja. En dat vind ik ook echt de kwaliteit. Dat je als je gasten hebt die dat gewoon, no matter what, zeg maar, dat altijd kunnen opbrengen. Volgens mij is dat de kracht volgens mij nu van Liverpool, toch? Klopp laat gewoon Mané en Salah gewoon tot een bepaalde hoogte echt gewoon mee verdedigen. Die zijn heel, heel erg taakbewust. Die weten echt wat ze moeten doen. Tot daar en dan vanaf daar nemen die anderen het over. Maar als hun back wordt aangespeeld, zie je echt volle druk. Die zullen nooit een keer zeg maar niet die druk zetten. Ja. Zijn er ook grote ploegen in Europa nu waarbij dat heel duidelijk minder is? Maar voor mijn gevoel is dat nou ook bij alle grote ploegen in Europa wel redelijk voor elkaar. Misschien kom je er gewoon niet mee weg op dat niveau om dat niet perfect te zien. Ik vind dat Paris, zeg maar, Paris heeft gewoon, die heeft het moeilijk in de Champions League doordat ze met Mbappé, Neymar en Messi speelden. Want dan heb je gewoon drie jongens die minder doen in dat opzicht. En dan als je dat dan vergelijkt met een Salah, Mané en Jota of Firmino die daar spelen, die doen hun verdedigende werk wel. Dus ik denk dat wel echt dat je daar echt een verschil kan zien. Ja. Als we een beetje inzoomen op het organiseren van een team, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat je zo als team het gevoel hebt dat je steeds achter de feiten aanloopt, dat je geen druk krijgt. En het verweer van de buitenwacht is altijd na afloop, ze doen er niet alles aan, of ze zijn niet scherp, of ze komen niet in het duel. Geen passie en strijd. Geen passie en strijd. Bij Sparta vrij vaak gehoord. Heel, heel vaak gehoord. Maar jij ook wel, denk ik. Die heb ik ook nog wel gehad, hoor. Maar volgens mij, en ik denk dat jullie dat beamen, is de oorzaak daarvan vaak dat het gewoon niet klopt, zoals het op het veld hoort te staan. De organisatie is niet goed. Laten we daar even op inzoomen. Hoe ziet een goed georganiseerd elftal eruit? Ik vermoed, Martin, dat jij het speler bent die daar ook best wel aandacht aan besteedt. Ja, nee, ik vind het wel mooi dat je dit inderdaad opbrengt. Want sowieso, het kan er heel slecht uitzien als één speler verzaakt zeg maar, in zijn taak. Dan kan je gewoon als hele ploeg kan je er echt dramatisch uitzien. En dan kom je overal altijd te laat. Ja. Dus dat is heel, heel moeilijk. Dus inderdaad heel moeilijk zeggen, ja, pas in strijd. Nee, het, vaak inderdaad dat het niet klopt. Maar organisatie is alles. En dan heeft het dus inderdaad ook met een stukje kwaliteit te maken. Van kan de speler zijn taak uitvoeren? Ziet hij dingen? Ziet hij rechts of links buiten zijn bek vertrekken? Volgens mij is Fred Rutte het beste voorbeeld daarvan. Die zei gewoon tegen Arnautovic en Elia, jullie spelen bij mij niet totdat je met je bek meegaat naar de achterlijn. Mm-hmm. Dat je hem naar beide achterlijnen kan meenemen. Maar goed, een goed team als je, ja, dan kan je elkaar dus altijd helpen wat we net hebben. Dus als iemand wordt gepasseerd, kan je altijd herstellen. Kan je altijd zorgen dat je op de goede plek staat. Dat ik dan uitga, dat iemand anders mijn man overneemt.
Dus ik geloof echt wel dat... Je ziet het zo voor je dat volgens mij is het gevoel dat alles dicht bij elkaar zit. Dat de afstand tussen elkaar juist is en klopt. Ja. Ben je iemand die dat regelt? Ja. Hoe? Ja, je moet heel veel praten. Maar wat ik mooi vind, in ieder geval hier bijvoorbeeld in Italië. Wij spelen elke dag 11 tegen 11. En dat doen we op alle groottes. Hè, dus van een heel veld tot hele kleine veldjes. Maar altijd zeg maar dezelfde ideeën. Dus dat je precies weet, oké, die zet druk, dit gaat gebeuren. Dus dat je heel veel dezelfde dingen doet. Dus herhaling. Waardoor je op een gegeven moment hoef je bijna niet meer te coachen. Want als ik uitga, dan weet de verdediger, nu moet ik ook door. Of als de linksbuiten zeg maar wordt uitgespeeld, nu moet de linksback uit en dan kantelen we met z'n allen zeg maar. Dus ja. Ik denk dat vooral veel herhaling en dan uiteindelijk in het veld als je dingen ziet heb je altijd 3 of 4 spelers nodig die ook hun mond open trekken. Want je hebt heel veel jongens die lopen met een kop naar beneden en die zijn bezig maar hè, die moeten bezig zijn met rennen en met een ding doen. En er zijn altijd 3 of 4 spelers die, en dat zie je vaak in de achterhoede die het inzicht hebben. Die kunnen dan mensen al aansturen. Ja, we hadden bij Excelsior dat we beter waren als we uiteindelijk 1-op-1 gingen spelen. Zonder afspraken. Ja, dat is heel duidelijk. Dan fixen we het altijd. Ja. En daarvoor werden we van het kastje naar de muur getikt. Ja. Totdat we gewoon... De noodgreep. En dan maakten we meestal nog een paar goals. Ja, maar hoe vaak zie je dat niet? Ook tegen de grote. Met Nederland zelf hadden we het een paar keer tegen Duitsland. Dat de eerste helft echt aan Gorten werden getikt, zeg maar, aan Gorten werden gespeeld. En dan de tweede helft, oké, we staan 2-0 achter, nu gaan we 1-op-1 spelen. En dan opeens dan kan het wel. Ja. Ja. Dus vaak is duidelijkheid is natuurlijk alles. Ja. Wat Maarten net zei, zeg maar, van automatisme is wel echt alles. Want de bal is, de bal is rond. Je weet nooit wat een tegenstander gaat doen. Dus je kan het helemaal op film hebben gezien enzovoorts. Maar op dat moment raakt die gozer, die raakt er net verkeerd. Of via een kluts komt hij toch bij hem terecht. Maar als je dan dat al dus 1000 keer hebt meegemaakt op een training. Weet je, oké, nu ga ik dus dit doen. Dit gebeurt dus, nu gebeurt er dat. Dus dat je niet maar voor 3 situaties getraind bent. Maar dat je eigenlijk voor 200 situaties zeg maar getraind bent. Ja. Je schetste net dat jullie 11 tegen 11 wat jullie elke dag doen. Maar alle voorbeelden die je geeft zijn allemaal verdedigende voorbeelden. Dus ja. Over druk zetten, als ze dit doen, als ze dat doen, gaan we dan uit. Maar is dat iets typisch Italiaans? Want in Nederland zijn we toch misschien wel 60% van de tijd bezig met aanvallende voorwaarden. Hoe gaan we opbouwen? Hoe gaan we onder de druk vandaan spelen? Hoe gaan we tot aanvallen komen? Hoe ligt die verhouding daar? Nou, dat doen we natuurlijk ook wel. Deze coach is wel wat meer, wat moderner, zeg maar. En wat aanvallend dan de meeste Italiaanse coaches daarvoor. Het eerste jaar dat ik kwam, had ik een andere coach. Dat was gewoon echt heel veel verdedigend werk. Maar goed, in die 11 tegen 11 ben je dus ook altijd aan het aanvallen. Ik bedoel, eentje is altijd aan het aanvallen, de andere is aan het verdedigen. Dus dan krijg je die auto. Oh. Dat is goed dat je het zegt. Die automatisme krijg je daar ook. Ik zal jullie vertellen, wij spelen op een andere manier positiespel. Dat is gewoon, als de trainer het niet goed vindt of de bal gaat uit via mij, zeg maar, dan krijg ik de bal. Het is niet van, oké, als die via mij, dan krijgt die ander weer de bal. Het is maar een positiespel met niet om de bal te houden, maar ook om van de ene kant naar de andere kant te komen, om van voor naar achter te komen. Paas en trappen hebben we vorige week voor het eerst in 5 jaar gedaan. Paas en trap in die 11 tegen 11. Club voor vriend dan. Ja, dat is wel mooi. Want we hadden vorige week Andries Jonker. Die zweerde bij Paas en trap. Ik doe het al 5 of 6 jaar lang. Elke dag Paas en trappen. Ja. Elke dag. En bij jou is het precies andersom. Je hebt het voor het eerst gedaan. Bijvoorbeeld met Nina Zalte. Die van Gaal zweert er ook bij. Dus dat is iets wat voor hun. Hè, omdat je technisch. Hè, je moet kunnen pasen. En onze trainer die zegt van ja. Maar als je 11 tegen 11 speelt, heb je ook constant zeg maar, de bal. En dan moet je ook pasen. Dus ja, dat is gewoon een hele andere opvatting van hoe trainers naar dingen kijken. Maar het is wel grappig, zeg maar, dat hij zegt wel eens van een rondootje of zo. Dat kennen ze wel ook niet. Doe je nooit. Dit heeft Maarten mij verteld. Maar jij bent terechtgekomen bij Atalanta aan de hand van data en geanalyseerde wedstrijden. Hij had het over 12 wedstrijden of zo.
En volgens... jij was precies de speler die ze zochten. En ik heb even een quote gevonden van Gabriele Zamagna, de hoofdscout van Atalanta. En die zegt... Martin speelde geen enkele keer iemand voorbij. Ging niet diep, gaf niet de steekpaas. Maar hij dekt wel in zijn eentje de ruimtes af die anderen openlaten. Hij geeft de bal soms een ros en is altijd aanspeelbaar. Dat is een beetje het scoutingsrapport wat er op zijn bureau kwam. Herken je jezelf in dat rapport? Ja, een beetje wel. Ik moet zeggen, ik ben nu, zeker toen. Ik ben nu inmiddels wel wat gegroeid in een aantal dingetjes, maar ja, ik was bij Heerenveen geen uitblinker. Ik was niet, ik speelde altijd. Voor Dwight was ik misschien wel de belangrijkste speler. Dus door de dingen die je net opnoemde. Maar ik was inderdaad niet, zeker voor Nederlandse begrip, degene die opviel. Degene die een stap naar de top 3 moest maken. Degene die aan de bal de ideeën had. Enzovoorts. Dat soort dingen. Nee, dat zeker niet. Maar voor een hulppaasje. Voor iemand anders te helpen. Ook aan de bal, zeg maar. Was ik er wel altijd. Kun jij je nog herinneren dat het rondkwam met Atalanta? Ja, dat weet ik nog wel. Ik weet nog, en verbeter me als het niet zo is, maar ik weet nog vrij zeker dat het dat het 's ochtends was. En dat je ik denk dat Hans Vonk toen TD was nog. En dat jij kwam naar beneden gelopen en ik liep daar ook in de gang. En jij had echt gewoon zo als een kind die eigenlijk net iets zo'n mooi cadeau heeft gekregen. Zo liep je erbij. dat je eigenlijk zelf ook niet helemaal kon geloven dat dit gewoon echt een done deal was. Ja, ik zou even toen ze me, zeg maar, zaken ooit belden. Ja, Atalanta Bergamo. Ik ken heel die club niet. Waar ligt het überhaupt, zeg maar? Ik was niet topografisch aangelegd zoals Bart, die waarschijnlijk wist waar Bergamo lag, maar ik moest het echt even googlen. Dus, maar goed, ja, Serie A, gewoon een kans, een avontuur. Een beetje uit de sleur van Heerenveen, waar ik altijd speelde, waar ik de dag daarna de avond daarna bij het houtje, of hoe heet die op het midden daar? God. In ieder geval bij die pub een paar La Chouffe's en bittergarnituur naar binnen werkt, zeg maar. Dus, dus het gerecht. Het gerecht, ja. Maar in ieder geval, Het gerecht heb je me nog een keer genaaid met pinpasroulette. Daar was Martin er al bij. We hebben helemaal maandsalaris moeten aftikken. Sorry, Maarten. Nee, maar goed, de stap naar het professionele leven gezet hier. Dat is wel echt hier gebeurd. Ja. Vragen ons allemaal, kleine partijen, 50, 75, 7, wat dan ook. Kies je als eerste het type De Roon of het type, Maarten had het type Verhaar in zijn hoofd. Ik dacht misschien type Danjuma of zo. De Roon nog een keer. Goed, type De Roon of type, type Verhaar? Wie was eerste? Type Verhaar, 100%. Nee, ja, 100%. Die maakte vier, maar die is ook duidelijk 5 keer zijn man lopen. Nee, ik zou eerlijk zeggen 7-7 zou ik misschien eerder een type Verhaar, type De Roon kiezen. In een 3-3 bijvoorbeeld zou ik altijd een type Verhaar kiezen. Wel eens een goede tijd, hè? jij dan, vriend? Ik zou toch eerder voor een creatieve speler kiezen als eerste. Ja. Ik zou eigenlijk als eerste een aanspeelpunt kiezen, maar die zat er niet bij. Dat lijkt me het belangrijkste in korte partijen. Maar dat kan je zelf ook, toch? Ja, als ik er lekker in zit, kan ik aanspelen. En afwerken kan ik ook goed, Maarten. Maar dan zou ik toch zelf als eerste gevoelsmatig voor een creatieve speler gaan. Ja. Maar ja, is toch het makkelijkste. Maar ik denk dat hij ze vaker won dan dat hij ze verloor. Ja. Maar daarom zou ik zelf ook eerder voor betrouwbaarheid kiezen in die kleine partijtje dan voor creativiteit. Want je scoort toch eigenlijk meer vanuit de omschakeling dan echt vanuit de actie. Ja, dat klopt. Maar goed, het is wel lekker als je een speler hebt die iemand kan passeren. Ja. Ik heb ook wel in zo'n 4-4 gespeeld met 4 statische gasten die eigenlijk niks kunnen creëren. Dat is ook een armoede, hoor. Een beetje heen en weer schuiven en uiteindelijk kom je toch weer bij de keeper uit. En dan gaat een van die gasten allemaal in de spits lopen. Ja, dat is echt 4-4 zonder creativiteit. Echte creativiteit is echt heel ingewikkeld. Dan kijken we elkaar ook aan van tevoren van ja, we moeten het wel knokken. Dat zei Michel Breuter ook altijd. Hij zei, ja, als ik dan zeg maar met de bal
aan mijn voet op iemand af ga dribbelen om hem te passeren. Dan kom ik uiteindelijk in de hoek met mijn rug naar de tegenstander. Kom ik uit. Op sterk zetten. Ja, zo spelen was ik ook wel. Maar dat zag je toch al vaak van tevoren. Dan werden die partijtjes ingedeeld. En dan zei je al van, nou, die hebben kans om te winnen. Die spelen voor degradatie, ja. 100%. Ja. Maarten, even een serieuze vraag. Want we doen altijd een beetje, hoe noem je dat? We hebben altijd een beetje zelfspot over onszelf. En jij blinkt daar ook in uit. Maar voel je je wel eens miskend of niet op de juiste waarde geschat? Op de manier, want je hebt gewoon een hele, ja, wat is het, wat ik zeg, een waanzinnige carrière de afgelopen jaren. International, vaste basisplaats, Champions League. Voel je je wel eens, niet op de juiste waarde geschat? Nee, hier sowieso niet. In Nederland heb ik dat gevoel wel eens gehad, ja. Maar dat komt ook omdat de kritiek en dus inderdaad hoe een Nederlander naar voetbal kijkt zo anders is dan hier. Ja, dus dan bij het Nederlands elftal word je weer gezien als de, ja, laat ik zeggen, als de speler van Heerenveen. Een beetje zo van, hey, eigenlijk wat in dat scoutingsverslag stond. Hij geeft geen steekbal, hij scoort niet, dat soort dingetjes. Maar daar wordt dus niet, door het Nederlands publiek wordt dan minder gezien van, hey, wat doet hij nou eigenlijk als we de bal niet hebben? Of dat is misschien toch wel leuk bij Meesterknecht. En dat je anderen vaak beter laat spelen. Dus dat anderen kunnen uitblinken doordat jij een bepaalde rol hebt. En dus je krijgt wel heel veel erkenning van spelers, hè, daarin. Van, hey, godsam, ik wil eigenlijk dat hij speelt. Maar van de buitenwereld is dat minder. En goed, nou ja, de kritieken zijn er geweest. En dat moet je nemen. Maar ik denk dat het niet altijd helemaal terecht is geweest. Dus dat is dat. Weet je nog een specifiek moment misschien? Een specifiek moment van kritiek dat je dacht, dit is echt typisch omdat ze daar van buitenaf zo naar kijken? Nou ja, voor het EK was dat. Voor het EK toen speelden we 2 wedstrijden en dat ging nog niet goed, zeg maar. En toen werd toch ook, eigenlijk werd je de schuld gewoon in jouw schoenen geschoven. En dan denk ik wel eens van, ja, maar ik was toch niet degene die het voetballen moest verzorgen, zeg maar. Waarvoor krijgen die jongens die dan dat doen niet de kritiek? Maar goed. Ja. Uiteindelijk wist ik, zeg maar, kreeg ik dat gevoel wel van de coach toen en van de jongens om me heen. Dus dan is het veel makkelijker te bevatten en te verkroppen of zo. Ja. Zeg maar. Maar goed, het is wel jammer. Maar ik moet zeggen, het is niet leuk om te lezen. Maar als je, zeg maar, erkenning krijgt van de jongens om je heen, dat is het belangrijkste wat het is. Dus dan is dat veel makkelijker om dat lekker een plek te geven. Ja, ik weet nog wel met dat. Met het EK dat ik zat te kijken met een vriend van me en die had die kritiek blijkbaar ook gelezen. Ja, Martin de Roon, waarom speelt hij? Hij speelt geen bal naar voren, zei hij. Maar hij zei, ja, maar hij pakt ook geen bal af. Toen zei ik, ja, volgens mij let je niet zo goed op. Hij zei, hey, let op, iedere bal die we afpakken, die pakt hij toch niet af? Ik zei, maar ga eens even goed opletten, want kijk maar eens als we het aan het aanvallen zijn en verliezen de bal dan, wat hij dan doet. En toen zei hij, ja, hij pakt hem nog steeds niet af. Ik zei, hij pakt hem niet af, maar we hebben de bal wel gelijk weer terug. Mm-hmm. En daar was jij volgens mij best wel belangrijk in. Dus, maar ik begrijp ook best wel goed dat je dat niet ziet als je gewoon een voetbalwedstrijdje zit te kijken. Ja, dus dat, ja. Nee. Het is inderdaad ook niet dat jij altijd de bal afpakt, maar misschien wel dat je iemand dubbelt, waardoor die ander de bal afpakt. En dat je door het storen of op de juiste plek te staan. Maar goed, Dat is ook niet makkelijk om te zien. Maar ik vind het ook niet erg dat niet wordt gezien. Alleen het is soms dan zo makkelijk om dan als het niet goed gaat, gewoon maar de schuld te leggen bij die speler, zeg maar. Ja, ik verbaas me er wel over. Kijk, ik heb ook vrienden gehad die nooit in de profwereld hebben gespeeld. En die kunnen ook dingen zeggen. Hoe kan Martin de Roon Nederlands elftal spelen? Of hoe kan het nou dat Michel Breu of Arnold Kruiswijk 300 wedstrijden? Hoe kan? Die kan helemaal niks. En dan. Ja, dat sentiment, dat snap je wel. Dat kan je makkelijk weer leggen. Maar je hoort soms ook van gewoon analisten die zelf prof zijn geweest, die donders goed weten hoe belangrijk, zeg maar, spelers in specifieke rollen zijn. En die dan meegaan in dat sentiment. En daar heb ik wel gewoon moeite mee. Ja, maar die weten dat. Omdat die altijd de spelers zijn geweest die misschien het creatieve brein zijn geweest en daar nooit mee te maken hoeven. Of die dan nooit over na hebben hoeven denken. Is dat misschien ook minder spoelbaar voor hen of zo? Ja, dat is wel zo. Want wat jij zei net tegen Bart, van ja, jullie weten zelf ook wel hoe lekker het is als een speler ruimtes dichtloopt, weet je wel. Maar als aanvaller
zie je dat niet. Want je ziet de organisatie, de mensen achter zie je meestal niet als je aan het verdedigen bent. Je hebt het eigenlijk alleen door op het moment dat als je de bal verliest, dat we hem dan gelijk weer kunnen veroveren. Dat is eigenlijk het enige moment waarop je als aanvaller echt door hebt dat de mensen het achter je goed voor elkaar hebben. Maar verder, ik zou niet weten, zeg maar. Ik zou nu niet de middenvelder aan kunnen wijzen waarvan ik denk van ja, die... zorgde ervoor dat de tien niet diep kon lopen of zo. Uiteindelijk weet ik het wel van spelers, maar tijdens de wedstrijd heb ik het nooit gezien. Want... Ik wil nog even terugkomen, want het was best interessant wat je net zei. En ik krijg het gevoel dat spelers zoals jij, om maar zo te zeggen, knechten, die... Nou, laat ik het anders zeggen. Spelers die heel erg met zichzelf bezig zijn, die kofferen, zeg maar, zichzelf en hun tegenstander, vierkante meter of vijf. Ja. En spelers die ook in staat zijn om, behalve dat te doen, ook heel goed in te zien wanneer je ruimtes kan dichtlopen, wanneer je lijnen kan dichtzetten, die kofferen veel meer veld verdedigend. Ja. Dus misschien wel 10 of 15 vierkante meter. En dat is heel moeilijk te vangen misschien in als kijker naar zo'n wedstrijd. Maar ik zat er net zo over na te denken. Dat is volgens mij wel een beetje wat het is. Klopt. Dat je meer ruimte afdekt in het veld dan alleen maar je eigen mannetje en je eigen gebiedje. Ja, dat is natuurlijk onmeetbaar. Dat is niet meetbaar. Ja. He, dus als de bal, ik bedoel, ik speel vaak rechts middenveld bij Atalanta. Als de rechtsback van hun de bal heeft, stap ik al standaard 8 meter naar binnen. Want die man hij gaat nooit via een of andere chipbal mijn man aanspelen. Maar er zijn heel veel jongens die denken van, nou, die bal is daar, mijn man gaat nooit, ik blijf lekker bij hem staan. Als hij probeert aan te spelen, dan win ik hem. Maar jij weet al, hij gaat hem nooit aanspelen. Het is beter als ik hem nog 8 meter dichtzet, want de lijn naar de spits is dicht. Dus inderdaad wat je zei van, ja, zoveel ruimtes dichtlopen of ruimtes dichtgooien waardoor de bal niet meer wordt gespeeld of dat er al niet meer in wordt gelopen. Dat is echt fundamenteel, denk ik. Pieter Zwart van VI gaat dit ongetwijfeld voor ons wel meetbaar maken. Zou ik een hele mooie uitdaging vinden. Op Johan. Die hebben we nodig, op Johan. Tot slot, welk aspect van het voetbal had jij graag beter beheerst? Of misschien is er iemand in het voetbal met wie je samenspeelt of hebt samengespeeld, waar je met een soort vorm van jaloezie naar kijkt en het zelf had willen hebben eigenlijk? Dus misschien gewoon met als je de bal, zeg maar, als middenvelder krijgt met je dat de tegenstander in je rug zit, dus met je rug naar de tegenstander. Ja. En dan het kunnen draaien, zeg maar, van links naar rechts. Dat je in plaats van waar ik dan, als ik de bal zou krijgen, waarschijnlijk zou kaatsen of proberen in één keer naar voren te spelen. Ja. Zijn er spelers die hem dan krijgen, dan de bal beschermen en dan à la Frenkie de Jong een overstap doen en naar de andere kant kunnen draaien enzovoort. Dat stukje bescherming van de bal en rust aan de bal daar. Dus eigenlijk je eigen ruimte creëren terwijl je de bal hebt. Dat zou ik echt een mega aanwinst, zeg maar, zijn voor een middenvelder zoals ik. Ja. Maar dat is niet... is dat ontrainbaar? Is dat een puur talent? Of dat is wel iets wat je... Ik vroeg misschien... me ook af. Heb je het wel eens geprobeerd? Dat je dacht van, ik ga er nu beter in worden. Dat je tijdens wedstrijden een paar keer... Dat overstapje van... Nee, dat risico wil ik niet nemen. Nee, ook op een training. Het kan vaak wel. Alleen het zit gewoon niet in je. Je denkt gewoon vaak naar een andere oplossing. Dat zit gewoon in je kop, denk ik. Van, ja, ik ga hier nu geen risico nemen. Ik heb toch net iets minder balcontrole. Ik kan het niet meer herstellen als het fout gaat. Dat stukje, denk ik. Ja. Dus waarschijnlijk is het echt wel trainbaar, maar... Dat is de, ik heb het niet getraind. Ik herken dat wel, hoor. Dat is, kies dan... je gaat heel snel terug naar je eigen routine. Wat je zelf, waar je je comfortabel bij voelt. Waar je je goed bij voelt. Ja. En misschien is dat... dat soort dingen uitproberen en trainen. Zeker jij speelt inmiddels op een niveau waarin daar heel weinig ruimte voor is misschien ook wel, hè? Ja, dat denk ik, misschien had ik het wel mee kunnen trainen, maar ik heb altijd op andere dingen, zeg maar, mijn focus gehad. Ja. Ik denk dat we de aanraders van de week moeten doen. Maarten, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar we kunnen het invullen voor hem. Thomas, wat zou hij deze week aanraden? Ik denk dat hij of een artikel of een podcast van de Correspondent. Van de Correspondent. Okay, zoek maar even uit. Over, wat zal het zijn, klimaatverandering? Ja, duurzaamheid, iets. Ja. Goed, dan Martin, heb jij erover nagedacht? Ik heb erover nagedacht en ik kreeg wel opties.
En uiteindelijk is dat een hele simpele aanrader natuurlijk. En dat is zeer zeker een weekendje Bergamo. Oké. Maar dat hoeft niet eens voor een wedstrijd te zijn, want het is echt een hele mooie stap. Dus laat ik zeggen, een weekendje Bergamo met de vrouw. Oké, met de vrouw, die moet mee. Dus niet met vrienden. Het is niet de meest uitgaansstad enzovoorts. Maar met de vrouw is het echt geweldig. Het eten is top. We hebben een geweldige oude stad. Echt heel mooi. Ja. Echt heel leuk om te bezoeken. Dus twee dagen Bergamo. Ja. Dus we hebben een vliegveld. Vanaf Eindhoven, Amsterdam. Redelijk goedkoop vliegen. Dat is de aanrader van de week. Ik wil één bezienswaardigheid en één restaurant horen. En dan weten we genoeg. Oké, restaurant is sowieso Cece Simo. Oké. En eigenlijk de Finucolare. Dat is dus een ouderwets tremmetje, zeg maar. Wat je zeg maar van de lage stad zo in de berg, maar echt stijl, zeg maar, zo naar de oude stad brengt. Ja. Dat is wel echt geweldig. Dat is echt... En de muur, trouwens, je hebt de muur van Bergamo. Ja. Dus het zit altijd de muur. Het is UNESCO erfgoed. Dus dat is... het is echt een geweldig uitzicht. Kan Milaan vanaf daar zien. Het is... Daarom, ik zou zeggen, kom gezellig langs. Ik kan zelfs nog een koffie met me drinken als je wil. Eurotje, ik trakteer. Eurotje aan de bar. we hebben toen ook zo'n foto gezien, toch? Van zo'n voetbalveldje daar, zo in de bergen. Ja, dat was ook Bergamo, volgens mij. Toen zeiden wij, we moeten bij Martin de Roo gaan opnemen. Ja, dan kunnen we daar voetballen. Ja, echt heel vet. Echt heel vet. Echt heel leuk. Dus, je hebt in ieder geval meer krediet dan ik bij deze podcast, want ik heb ooit een keer Barcelona als reisbestemming aangeraden en dat wordt me nog steeds nagedragen. Ik heb wel naar mijn zin gehad in Barcelona. Ja, dat bedoel ik. Maar? Ja, ik heb een serie. Ik ben groot fan van The Wire. Dat is een oude serie. Ja, dat ken ik. Echt een gruwelijke serie, maar de makers van The Wire, die hebben nu een nieuwe serie gemaakt die zich ook afspeelt in Baltimore. The Wire speelt zich ook af in Baltimore. Dus het is eigenlijk een feest der herkenning als je The Wire kijkt. De serie heet We Own This City. Is te zien op HBO Max. Ja. En er komt één keer per week een aflevering. Dus dat vond ik eigenlijk niet snel genoeg gaan. Dus ik ben The Wire maar gaan herkijken. En dat kan ik ook zeker aanraden. We Own This City en The Wire. Cool. Het was afgelopen week de 75ste verjaardag van Johan Cruijff. En de NPO zond een nieuwe documentaire, die heet JC. En dat was oude beelden van Cruijff, ingekleurde beelden. En ja, het is echt waanzinnig om te zien. Ook nieuwe beelden die we nog niet kenden. Maar gewoon als speler, denk ik, de meest elegante speler. Maar ook een speler wat je echt nooit meer ziet, die heel dat team naar zich toe, al die verantwoordelijkheid van het team naar zich toe trekt, een bal ophaalt, achterin passeert, alles lijnen uitzet en dat soort dingen. Maar het gaat vooral over de relatie tussen Cruijff en de media. En dat is heel interessant. Want een originelere man dan hem, die kom je niet meer tegen, denk ik, in het voetbal. Maar ook als je ziet wat het verschil is tussen topvoetballers van nu in de omgang met de media en hij. In die tijd, ze kwamen bij hem thuis, ze filmden gewoon zijn voordeur en zijn nummer en zijn straat. En dat alle tijd voor zijn, ze hadden het over persoonlijke dingen. Een compleet andere wereld dan wat we nu zien. En het blijft een razend originele man om naar te luisteren. Dus ik vond het, ik heb er echt van genoten. Dus JC, het werd uitgezonden op 2 Doc, geloof ik. En Maarten, ik ga ook even kijken. Ja, is echt mooi, is leuk om te zien. Ja. Maarten komt er niet meer in, dus ik denk dat we dat boekje of kostje nog wel erin kunnen plakken. dat komt wel goed. Dan Maarten, we sluiten ook altijd af met muziek. Ik zou niet weten waar jij naar luistert over het algemeen, maar ik ben wel benieuwd. Dus zeg het maar. Ja, maar ik ben heel erg fan van Dermot McKennedy. Wacht even, nu zeg ik het goed, ja. Met Better Days. Oké, ik heb er nooit van gehoord, Thomas, jij? Nee. Is het rap? Is het hiphop? Wat is het? Sing-songwriter. Oh, lekker man. Gitaartje. Gitaartje. Ja, moet Bart... moet je bij mij zijn. Oké, we gaan het opzetten. Better Days. Oké. Ja, leuk dat je er was, man. Thanks voor je komst. Ja, ik vond het echt gezellig. Lekker. Zo. Jammer dat Maarten een beetje half de wijn. Nee, maakt niet uit. Ja, die is misschien de brug aan het oversteken, dat weet je nooit. Of dat verhaal nog aan het afmaken.
Maarten, de fokker. Oké, man. Maarten had het een tabé, dus dat ga ik dan ook doen.